ingreep van dit. Want dit werd, wat uiteindelijk dit werd. En ik zit fucking de hele dag thuis. En ik mag niks. Je kan niks. Je krijgt niks. Alleen maar gezeik. Terwijl, ik heb niet alleen mijn been. Weet je? Ik heb mijn ADD. Maar thuis zitten. Niet onder de mensen komen. Maar... jongen, dat kan niet. Depressief erbij. En dan ben je niet leuk. Want je hebt pijn. Je hebt geen werk. Je hebt geen toekomstcarrière meer. Je hebt een klein dochtertje die rondloopt. Waar je niet zoveel mee kan doen. Maar je wil wel, snap je? Maar het kan niet. Want je bent ziek. Of zo, weet ik veel. Zombie apocalypse. Goedemorgen. Ik ben net wakker. Het is al best wel licht, moet ik zeggen. Het is nog maar 10:30. Nee, grapje, het is geen 10:30. Het is 8:15. Want Jesse is net naar school. Merel is aan het werk. En Eden is eindelijk weer bij haar vriendinnetjes en zo. Bij oma Sissi, want dat heeft ze zo gemist. Dus ik ben nou een beetje alleen thuis. En ik moet van alles doen. Opruimen. Ik moet... fuck, ik moet die zak moet ik weer... Container bij de weg. Te laat. Ik moet dus opruimen. Ik moet afwassen. De kleren te wassen. Kleren drogen. Kleren opvouwen. Ik moet mijn haar doen. Ik moet mijn lenzen nog in doen. Ik moet mijn tandjes nog poetsen. Ik moet, ik moet er nog even appen dat ik wakker ben en vragen hoe het is gegaan en zo met Eden wegbrengen, want dat is altijd heel leuk. Oké, check. Wat moet ik nog meer doen? Nou ja, fuck. Ik moet mijn pilletjes nog nemen tegen mijn ADHD. Oké, genomen. Wat gaan we doen? Nee, grapje, natuurlijk niet. Zo snel werkt dat helemaal niet. Natuurlijk niet, zo werkt dat helemaal niet. Ik word er heel rustig van. Ik kan straks wel vertellen wat ik heb. En waarom ik dit eigenlijk doe, waarom ik eigenlijk volg. We waren er ineens. Ineens was het boom, bam, boom, tu, 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 tu. Ja, toen waren we er, zeg maar. En wie zijn wij? Wie is Danny? Wie is Danny? Waarom wil ik dat jullie zien wat ik aan het doen ben? Want, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen, weet je? En ik doe er nou wel lachig over. Maar serieus, wat de fuck vind ik allemaal aan het doen? Oké, hier ben ik dan. Ja, ik ben dus Danny. En noem maar de heer Danny. Simpele feit, omdat de heer Danny was overal nog beschikbaar over social media. Dus ik dacht, nou ja, doen we dat wel, toch? Dus even liken, de heer Danny. Op Instagram of Facebook of weet ik veel waar allemaal. En dan kan je ons volgen. Maar waarom ik dit doe? Waarom wij dit doen? Eigenlijk is het gewoon pure verveling. Ik verveel me echt... helemaal de apenlazer is. Ik zit thuis. Al heel lang. Al een paar jaar eigenlijk. Want ik heb een... arbeidsongeschikt. Fulltime arbeidsongeschikt. Dat is best wel een zware baan. Want je moet echt heel veel doen. In principe. Nee, je hebt echt helemaal niks te doen. De eerste paar weken is even leuk. Want het voelt als vakantie. Maar daarna zit je geïsoleerd thuis. Alleen. Je kan je deur niet uit, je kan niks, want je bent arbeidsongeschikt. En wat heb ik dan? Zou je afvragen. Want je ziet er op zich sterk uit, zo. Gezond. En klopt, maar ik heb een zenuwbeknelling aan mijn scheenbeen. Aan mijn rechter scheenbeen, een zenuwbeknelling. En dat klinkt super easy, want weet je, je hoort het wel eens vaker, zo'n carpal tunnel syndroom. Weet je, snijdt ze even open, fixen ze en dan is het klaar. Echt zo'n ingreepje in mijn scheenbeen, dan zou het klaar zijn. Super klaar, easy. Dus ik ging dat doen en dat ging eigenlijk ook wel tof, weet je. Ik was in het ziekenhuis en je werd goed verzorgd. Zo'n blauw pak aan eigenlijk, ja, ik vond het eigenlijk wel cool. Die hele operatie ging goed. Het pijnlijkste
wat gedaan is die dag. Het is met een balpen op mijn been gezet. Deze been. Dat was eigenlijk het pijnlijkste, weet je. En voor de rest ging het goed. Hoe komt dat, weet je? Want meestal hebben we topsporters dat. Of mensen uit het leger. Hoezo, weet je? Kom op, man. 1-0. Atleet wat ik ben, maar dat trapte ze niet in. Dus operatie klaar, ik weer wakker. Eigenlijk kon ik direct gewoon lopen, niks aan de hand. En dat ging ook wel goed na een tijdje kwam die pijn weer terug. Ik ben daarheen en vertellen wat het probleem was. En weer last van mijn benen. Uiteindelijk weer geopereerd, tweede operatie. Maar dat moest dus door de baas zelf gebeuren. Ik zal geen namen noemen. Ik weet niet of het verstandig is om namen te gaan noemen. Ik noem hem voor de zekerheid maar even niet, denk ik. Dat is beter. Want, ik noem hem niet. Oké. Uiteindelijk werd ik geopereerd. Ik werd wakker. Ik werd echt, ik werd zo niet lekker wakker. Het was niet goed. Het voelde niet goed. Uiteindelijk, het is niet gelukt. We hebben niet echt de zenuwbeknelling kunnen vinden. We hebben wel wat weggehaald en ruimte gemaakt. En ik denk dat het goed is. Oké. Helemaal niet goed. Heel snel weer. Last. Uiteindelijk weer naar het ziekenhuis. Ik moest geopereerd worden door een expert. Ting! Door een expert. Expert gezocht. Uiteindelijk werd ik geopereerd in Zwolle. Door dokter Zuurmond. Mag ik dat wel noemen? Ja, dat mag ik noemen. Dokter Zuurmond. Dokter Zuurmond, supergoeie vent op zich. Toch? Ja, weet ik veel. Ik lag toch onder narcose, dus ik heb dat nog niet weten. Of het een aardige vent was, maar volgens mij was het wel een aardige vent. Operatie, allemaal sneden, zo. Is mijn been werkelijk waar? Dus het begon met dit, hè jongens? Met dit. Zo. Kleine ingreep. Uiteindelijk is mijn been vanaf mijn enkel tot mijn knie opengemaakt. Gewoon helemaal open om te kijken wat er is. En uiteindelijk zegt hij ik heb de beknellingen kunnen vinden. Beknellingen? Hoezo? Beknellingen? Er was maar één, toch? Die hebben we opgelost en we hebben de rest ook geprobeerd en we hebben hem nu dichtgemaakt. En dit was de laatste keer dat je geopereerd kon worden. Want hierna, dat kan niet meer, want je been is zo kapot. Hij kan niet meer open. Leer er maar weer leven en doe voorzichtig. En als je pijn hebt, dan moet je niet verder gaan lopen, want dan kan je het erger maken. En als je het erger maakt, kunnen we niks meer doen. Misschien is het niet helemaal chill, maar je gaat ervan uit dat het misschien echt opgelost is. Want het voelde ook wel lekker. Maar dat kwam door de pijnstillers dat ik niks voelde. Uiteindelijk ben ik thuis. Ik kon mijn voet niet meer bewegen. Helemaal vast, nog in paniek. Wat gebeurt hier, weet je? Dus dat trok uiteindelijk wel weg. Ik voelde ook voor het eerst weer grassprietjes onder mijn voeten. Super bizar, dat kan je niet voorstellen. Maar dan voel je dus weer, je voelt dus weer iets in je voet. En dat is echt heel fijn. Maar ja, je voelt hem al aankomen. Het probleem was niet opgelost. Het kwam weer terug. Mijn achterhoofd weten van, als ik doorga met lopen, op dat moment werkte ik dus nog gewoon fulltime in het casino. Wat ga je doen? Ga je of nu gewoon carrière maken en je doet toch je best en met de hoop van zegen, of... Ik heb ook een gezin, weet je. Ik heb ook een vriendin, ik heb een zoon. Toen had ik net een dochtertje. Ja, dan ga je wel nadenken van, wat ga je dan precies doen? Je gaat je been niet kapot maken, want dat kan niet. Want je kan niet meer geholpen worden. Sterker nog, ik heb zelfs wel eens erover nagedacht om te amputeren. Van, haal hem maar af, weet je. Die kutbeen, wat moet ik ermee als ik het niet doet? Nou, godverdomme, vensters van je? Ja, het is hem, hè? Fans, cool. In ieder geval, ik was in Frankfurt met dat hert. En ik hou hem vast zo. En ik ga over de kop en ik doe mijn ogen open. Grapje, dat was een heel ander verhaal. Het was wel heel gek. Dus je moet dan keuzes maken, snap je? En dan kies je toch gewoon voor je gezondheid, voor jezelf. Voor wat fijn is. Want je wil niet. Je wil niet altijd pijn hebben. Want dat is zo verschrikkelijk als je elke dag. Altijd pijn hebt. Gewoon echt pijn. En dan heb ik het over zenuwpijn. En dat heb ik dus altijd. Elke dag. Als ik wakker word. Als ik ga slapen. Als ik de trap oploop. Als ik op de wc zit. Als ik auto rijd. Ik heb gewoon altijd direct heel veel pijn. En dan komt de angst van, fuck, weet je, wanneer gaat het fout met die been? En dan moet je keuze maken en dan ga je ineens stoppen met werken. En dan
ben je ineens ziek. Ja, je bent ziek, want je zit thuis. Ja, ik voel me niet ziek, maar je bent ziek. Weet je, want je kan niet meer lopen. Of in ieder geval, je mag niet meer het risico lopen. Je mag niet meer het risico lopen om nog meer problemen te krijgen. Dus ik moet stoppen. En dan kom je in die fucking papiermolen, jongen. Van wet poortwachter 1, wet poortwachter 2. UWV, je werkgever, nog UWV, werkzoekende UWV, ziekte UWV, arbeidsdeskundige UWV, verzekeringsarts UWV, advocaat, want je wordt ontslagen, maar je mag niet worden ontslagen. Het is een fucking gezeik. Maar je bent dus thuis, zonder dat je dat wil, en ik kan niet zo heel goed thuis zitten. Maar je zit dus thuis, maar dan heb je dus al dat fucking gezeik ook nog van ja... Ja, kan je daar niet werken? Ja, dat is niet mijn keus, weet je. En dan word je door het UWV word je dus 100% gezond gekeurd. Oké, dus ik ben nu 2 jaar lang ziek thuis. Maar eigenlijk ben ik dus 100% gezond, ja. Oké, ik vind het allemaal prima. Het maakt mij niet uit, dan ga ik weer werken. Maar als het dak kapot is, weet je zo. Dus dan ben je ineens 100% goed gekeurd. Dus je bent dus niet ziek. En dat is heel vreemd, want... Ik loop met die angst dat als ik te lang doorga, is mijn been kapot. En geloof me, elke dag pijn is kut. Je wordt er een totaal ander mens van. Je bent voorzichtiger. Je doet rustiger aan. Je bent niet meer spontaan. Je kan niet ineens meer zomaar leuke dingen doen. Ik kon niet eens, en dat is serieus, ik kon dus niet eens mijn dochtertje uit de box halen. Omdat daar komt de spanning op. Mijn enige uitje, mijn enige plezier wat ik heb, weet je, is naar de winkel lopen. Omdat dat kan nog net. En dat is dan het leukste van de dag wat ik doe. Oké, snap je? Dus dat is echt kut. En dan vertellen ze ineens, ja, hey, je bent 100% gezond. En dan ben ik eigenlijk wel zo kop. Ik zeg, ja, prima, je gaat werken, kom uit van rotten. Je zien we daarna wel weer. Maar ja, gelukkig is Merel verstandig. En die zegt, nee, je moet om jezelf denken. Ik weet niet waar dit wel heen gaat. Oh ja, ik heb ADD. Had ik al verteld over ADD, hoe fucked up ADD is. En dan zit je ook nog godverdorie thuis, met een kapot been. En dan heb je nog ADHD. En ADD. En ADD betekent dus dat je van fucking snel afgeleid bent. Dus ik was net met een verhaal over UWV vertellen. En nu heb ik het over ADD. Dat is dus ADD. Je gaat van de haak op de fucking taak. Ik vind alles leuk. Ik vind alles interessant. Ik kan ook serieus alles... Nee, niet. Ja, dat is misschien mijn vloggen precies hetzelfde. Ik vind vloggen ook superleuk. En ik doe het nu. En zometeen kan ik vloggen. En ik kan een beetje editen. En ik vind het allemaal lachen. En hierna komt de wereld nieuws. Weet ik veel. Misschien ga ik wel golfen of zo. Ja, golfen. Waarom niet? Heerlijk, man. Lekker golfen. Lekker over de baan lopen met zo'n... Ja, een caddy erbij. Nou, dat is cool. Ik ga golfen. Oké, dat gaan we binnenkort doen. Golfen. 100%. Dat lijkt me echt heel cool. Zie je? Zo gaat dit. Zo gaat het altijd. Ik ga van de haak... op de tuin. En dan kan ik niks aan doen. Ik kan er serieus niks aan doen. Het is ADD. Wacht. Oké, hieronder heb ik een linkje gezet. Naar de website. En dan moet je even heen gaan. En dan zet ik daar even op wat ADD is. Het is echt... Het is echt kut. Het is ADHD. Maar dan in je hoofd. Dus waar anderen alleen maar echt kunnen springen om hun energie kwijt te zijn. Gaat het bij mij... En dan zo... Die moet je doen, dat moet je doen, die moet je doen. Uiteindelijk doe ik helemaal niks. Oké, waar was ik? Oh ja, UWV. Nou, in ieder geval, rechtszaak. Want ja, mijn werkgever was het natuurlijk niet meer eens. Sterker nog, de vrouw die zei dat ik 100% gezond ben, die zei van, ja, die ramingen en zo, dat klopt niet helemaal, je moet in bezwaar gaan of in beroep. Oké, dus jij zegt zelf dat het fout is. Maar dan kan je niet meer aanpassen, omdat zo is het systeem of zo. En je moet in beroep. Oké, nou ga ik toch in beroep? Ik heb toch niks te doen, weet je? Ik wist toen nog niet dat je, als je dus in zo'n tussensituatie zit, krijg je dus geen WW. Want die kreeg ik, terwijl ik ziek was. Maar ja, dan krijg je dan al geen idee. Maar dan krijg je ook geen WIA, want je bent 100% gezond. Dus je krijgt niks. Zo, niks. En dat is echt zo, dan krijg je gewoon serieus niks. Gewoon... Zoek maar uit. Dus nou ja, ook nou, uiteindelijk heb ik dus een IVA gekregen. En IVA betekent 100% arbeidsongeschikt voor de rest van je leven. 4 jaar later, want zo lang heeft het geduurd.
arbeidsom geschikt. Ik ben dus gewoon ziek. Ik ben gewoon 100% afgekeurd. Door een fucking kutbeen. Door een ingreep van dit. Wat dit werd, wat uiteindelijk dit werd. En ik zit fucking de hele dag thuis. En ik mag niks. Je kan niks. Je krijgt niks. Alleen maar gezeik. Terwijl, ik heb niet alleen mijn been. Ja, ik heb mijn ADD. Maar thuis zitten. Niet onder de mensen komen. Maar... Jongen, dat kan niet. Depressief erbij. En dan ben je niet leuk. Want je hebt pijn. Je hebt geen werk. Je hebt geen toekomstcarrière meer. Je hebt een klein dochtertje die rondloopt. Waar je niet zoveel mee kan doen. Maar je wil wel, snap je? Maar het kan niet. Want je bent ziek. Of zo, weet ik veel. Echt heel kut. En dat is niet leuk. Ja. Maar zo is het wel. Dus daarom ga ik vloggen om aan bezig te zijn. Want anders raak je weer depressief. Raak je weer in de put. Omdat je gewoon, je hebt niks, snap je? En dat wil ik niet zielig doen. Of zo, weet je. Het is niet dat ik zielig ben. Want er zijn mensen die hebben veel ergere problemen. Dat snap ik wel. Maar als je dus gewoon 100% gezond bent in je hoofd. En niemand ziet aan je dat je iets hebt. Want je ziet het niet. Ook een... Dan is het heel lastig om sterk te blijven, om groot te zijn, om de schouders voor je, dat, weet je, dat je er voor je gezin bent, dat ze op je kunnen steunen en vertrouwen, terwijl het kost gewoon heel veel energie. En dat is echt heel lastig. Ja, dat kan echt niet. Het is echt, nou loop ik bijna te janken. Is een fucking kut vlog. Terwijl het is echt nog maar een klein deel van het hele verhaal. Het was echt niet fijn. Het is echt niet fijn. Dat je in belandt als je door een fout van een chirurgen. Dat je dan gewoon zo fucked up in de problemen komt. Alleen maar door fucking zenuwbeknelling, weet je. 3 keer geopereerd. Je kan nooit meer geholpen worden. En niemand heeft het gedaan. Niemand kan je verder helpen. Leer maar mijn leven, Danny. Weet je. En doe voorzichtig. En maak je been niet kapot. Want we kunnen je nog mee helpen. That's it. En daar moet je mee doen. En ik wil echt wel werken. Ik wil echt wel dingen doen. Ik word helemaal gek thuis. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar wat dan? Wat moet ik doen dan? Want, ik bedoel, die risico's, dat gaat toch niemand nemen? Stel je voor dat ik bij jou ga werken. Gewoon omdat het kan. Weet je? En na 2 jaar is mijn been kapot. Dus niemand neemt het aan. Niemand gaat in mij investeren. Dus moet ik dat zelf maar doen. Door te vloggen. En het is echt een andere vlog geworden dan ik wou. Want ik wou eigenlijk gewoon gezellig, vrolijk en een beetje lollig doen. Zonder al te serieus te worden. Omdat dat gewoon niet leuk is. Ook niet voor jullie. Maar ja, het is wat het is. Weet je, hè? En nou, dan zoek je gewoon naar de leuke dingen die er wel zijn. En gelukkig zijn die er. Want ik heb Merel, die mij gewoon altijd steunt. Hoe moeilijk ik ook ben. Want ik ben best lastig. Zou je niet denken. De meeste kennen mij ook en die vinden mij ook totaal niet lastig. Hartstikke makkelijk. Dus dat is echt super fijn. En ik heb natuurlijk mijn 2 kids, weet je. Jesse, een grote irritante puber die nooit luistert, alleen maar gamet en niks van papa aanneemt, weet je, zoals het hoort, gewoon hoe een puber hoort te zijn. En Elin natuurlijk, een kleine Elin, oh nee, grote prinses Elin. Als hun er niet waren geweest, dan had ik hier nu echt serieus als een hoopje ellende gezeten. En dan had ik waarschijnlijk niet eens gevlogd. En hadden jullie dit allemaal moeten missen. Nou, dat is wel zonde toch? Genoeg voor zo ver, toch? Lijkt me wel, hè? Heftig genoeg, toch? Even slok drinken. Nou, dat was echt heftig. Ja. Nou, ik wil nog even zeggen dat jullie even moeten abonneren. Liken.
En deel deze shit alsjeblieft even. Want ik bedoel, ik moet echt al 1000 volgers krijgen. Abonnees. Want Merel zegt, nou, dat ga jij nooit redden. Kom op nou. Hey, 1000 moet toch te doen zijn? Toch? Dus even helpen. Subscriben. Liken. En heel veel gaan delen met iedereen, oké? Okay? Oké? Okay?